Dag broeders en zusters. Er is weer het een en ander gebeurd in de propagandamedia, mocht je het willen volgen tenminste. En we zijn bijvoorbeeld getrakteerd op een aantal shooting events in de Verenigde Staten van Amerika, die een heel raar smaakje hebben weer. Het zal niet de eerste keer zijn, het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn. Ik zit hier op CNN. Ik heb El Paso ingetikt en dan krijg je alleen maar fact-checking, gun control, take aim at the media, bla bla bla. Trump is impeaching himself. Biden says if elected in 2020 he will push to ban assault weapons. Nou, fantastisch. Gropey Joe Biden, opa Joe. Waarschijnlijk is hij lang dood voordat hij ooit als president van Amerika wordt gekozen. Maar we weten natuurlijk hoe de democraten daar erin staan. Hè? Het zogenaamde democraten versus republikeinen gedoe. En zij willen graag gun control. En uiteindelijk gaat het ook wel gebeuren. Want het werkt blijkbaar wel. Hè? Als je al jarenlang van die evenementen, van die psychological operations uitvoert. Hè, bekende dingen zijn natuurlijk Sandy Hook. En die Orlando nightclub shooting. En zo zijn er nog veel meer van die verhalen in Amerika die nogal raar zijn. En als je dan inderdaad het hele evenement uit elkaar gaat fileren, dan is er nooit hard bewijs. Je hebt nooit eigenlijk, behalve dan bij die Columbine High School, heb je nooit echt levend beeld, bewegend beeld bedoel ik, hè, van de daders. En dat echt bewijs. Nee, het is gewoon prul wat je hier te zien krijgt. Alleen maar wat geluidsfragmenten, zogenaamd. Hè, wat crisisacteurs die dan getuigen spelen. Het is altijd een beetje treurig om te zien. Het zijn gewoon oefeningen die als echt verkocht worden. Maar het werkt dus blijkbaar wel om even een stilte in te lassen. President Trumpy, Orange Oompa Loompa wordt gekozen, zogenaamd. Laten we even doen alsof er geen shootings meer voorkomen. Nu gaan ze weer in één keer los. En dan meteen, pam, twee op dezelfde dag of zo. Of een paar in de week, weet ik veel. En meteen is dan weer heel de media, die duikt erop. En wat is het eerste wat ze zeggen? Gun control. Gun control. Nou, fijn. Hier heb je ze op een rijtje. The deadliest mass shootings in modern US history. Fast facts. Dit is echt propaganda crème de la crème wat hier gebeurt. Mensen geloven het gewoon ook, de meesten. Grappig. En dan krijg je van die foto's te zien met hier zo'n rare veeg op iemand zijn kop. En ze zouden moeten huilen. Maar het lijkt een beetje raar. En nog wat foto's hier van een kerk. Iedere mensen die zitten gehurkt. Terwijl deze man gewoon relaxed staat. Waarom zitten deze mensen gehurkt? Is het voor de foto? Ja, het is voor de foto. Grote piramide op de achtergrond. Hier een sphinx. Ach, wat leuk. Nou, feest. Hier ook allemaal heel veel bewijs. Van, oh, kijk, ze zijn in actie. Ja, ja, poepoe. Dit gebeurt wel vaker in deze politiestaat Amerika. Fijn allemaal. Goed, je krijgt dus nooit echt bewijs te zien. Alleen maar rare verhalen. Rare, rare verhalen. Maar uiteindelijk gaat het dus wel echt gewoon voorkomen. Al werkt president Trump nog niet echt mee. Hè? Want hij heeft wel weer van die grote woorden. Zoals dat vaker gaat met Trumpie. Doodstraf, daders, aanslagen. Zoals in El Paso en Dayton. Dayton, Ohio. Het is daar weer flink raak op het terrein van de psychological operations. Trump, die voelt er niet zoveel voor. Die zegt, nee joh, internet gevaarlijk, psychische problemen. It's not the guns that kill people, it's the people that kill people. Ja, je weet wel. En uiteindelijk komt het erop neer dat vooral die zwaardere automatische wapens gewoon in de ban gaan. En wie heeft dan nog alleen de zware wapens? Juist, de overheid en criminelen. Dat is het veelgehoorde argument van de Republikeinen daar, de NRA. Burgers hebben het First Amendment, of het Second Amendment, of welk fucking amendment, om zichzelf te beschermen. Met een zo zwaar mogelijk wapen, als je dat zou willen. Nou ja, goed, ze zullen dat toch aan gaan tornen. Allang voorspeld, maar ze hebben zoveel tijd. Ze hebben zoveel tijd. Het gaat zo langzaam, maar het maakt niet uit. Het gaat over generaties. Ja, je hebt nu één generatie. Zeg maar de huidige tieners, die hebben al heel veel van dit soort verhalen gehoord. Die zijn al een beetje gebrainwashed daarmee. That's the way it works.
Strengere wapenwet, VS, stapje dichterbij na aanslagen. Nou, kijk eens naar deze uitermate gemotiveerde mensen die hier even goed zijn te protesteren. We can end gun violence, sterke tekst. Moms demand action. Fantastisch. Nou, we moeten maar geloven dat jij inderdaad een moeder bent van iemand die door... Nou ja, goed, die kans is wel redelijk groot in de ghettos van Amerika, by the way. Maar daar gaat het even niet om. Dit lijkt allemaal geacteerd. Het lijkt allemaal geacteerd. Voorstanders wapenbezit. Ja, het zal toch een hele klein voordeel. Want heel veel Amerikanen, die zijn gewoon pro-gun. Heel klaar, heel simpel. En als het op aankomt, gaan ze misschien nog wel eens extra een beetje kont in de krip gooien. Hè? En hun stem laten gelden. Dus, grote kans dat Trump gewoon herkozen gaat worden. Maar goed, dat terzijde. Oh ja, natuurlijk, lieve dames en heren. Hè, vooral de echte dames en echte heren. Onze dagelijkse portie transgender, LHBT, inclusiviteits, propagandacampagne om de depopulatie een beetje vorm te geven. Dat is weer in een paar generaties gebeurd. Transgender mag naar jongenswc van Amerikaanse rechten. Nou, fantastisch. Hè? Volgens mij was laatst ook zo'n rechtszaak tegen die vrouwelijke sportster, atlete. Die nogal veel testosteron aanmaakte. Maar die had ze volgens mij toch verloren. Dus ze zijn nog niet zover dat er inderdaad ook dan transgenders mee mogen doen. In de sport van het gender waar ze dan zogenaamd naartoe zijn getransgendereerd. Verbouwd. Ik vind het nog steeds een schande dat ik dan bijvoorbeeld moet meebetalen in mijn zorgverzekeringspremie. Maar ik krijg daar niet bepaald de handen voor op elkaar als ik dat soort dingen zeg. Ik moet een keer zeggen. En ook als ik zeg dat ik het belachelijk vind dat fertiliteitsbehandelingen in het basispakket zitten waar ik voor mee moet betalen, snap ook veel mensen niet. Ja, dat slaat toch nergens op? Dat is toch geen zorg? Hè? Als je geen kinderen kunt krijgen, nou, dan of accepteer je het, of je gaat er iets aan doen, maar betaal het lekker zelf. Wat slaat het nou weer op? Dan komt er weer de christelijke partijen natuurlijk. Ja. Ja, zoveel mogelijk kinderen krijgen. Nou, ze werkt het helaas niet meer. Kijk maar naar dit fantastische stukje propaganda weer. Victoria's Secret werkt voor het eerst samen met het transgender model. Nou, beste meneer, die zich heeft om laten bouwen tot een vrouw. Wat mij betreft dus een nep vrouw. Hartstikke fijn voor uw portemonnee, maar ik vind het een beetje jammer weer. Het is weer zoveelste verhaal. Laten we maar snel verder gaan. Ebola, dames en heren. Ja, ook leuk. Hot and happening. Een nieuw Ebola-medicijn. Veelbelovend, maar spookverhalen zijn belemmering. Nou, dan zie je hier een fantastische foto. Iemand die wordt... zogenaamd gescand of zo, op temperatuur, om te kijken heeft hij ebola. Op deze bijzonder serieus kijkende meneer, in deze bijzonder fraaie overal. Het ziet er een beetje shabby uit allemaal, hè. Ebola is te genezen. Nou, we hebben natuurlijk die enorme uitbraak gehad toen de tijd stonk aan alle kanten. Het leek duidelijk op een gefabriceerde bio-wapen, zeg maar, wat werd ingezet, maar met name... leek het er verdomd veel op dat mensen die werden ingeënt toen de tijd, dat die ook juist ebola kregen. Hè? Dus dat er, ja, die zogenaamde spookverhalen, die zijn heel ergens op gebaseerd. De mensen daar vertrouwen het niet zo. Drie factoren. Herkennen van de ziekte, bla bla bla. Beschikbaarheid. Waar blijven die spookverhalen? Hier zijn ze. Er gaan spookverhalen dat hulpverleners mensen juist ebola geven. Geruchten zijn onder meer dat de regering mensen inspuit met het virus. De internist denkt wel dat het voor hulpverleners een prettige gedachte kan zijn dat er een middel is, mochten ze zelf besmet raken. Wilde maar weer overheen. Kijk, niemand die gaat die zogenaamde spookverhalen stevig onderzoeken. Maar alles wijst erop dat het een beetje een raar verhaal is, dat hele ebola. Goed, er zijn bepaalde belangen die ermee gediend zijn, laat ik het zo maar zeggen. En als die belangen groot genoeg zijn, dit soort dingen doen ze gewoon. Snap het nou, het gebeurt. Ben niet naïef. En als het er aan alle kanten op lijkt dat het niet klopt, dan klopt het vaak. Ook niet. Maar goed, hè? Gelukkig blijft het bij ons ver van het bed, want het laatste gevalletje wat dan zogenaamd de Nederlandse zijhuis hebben gespeeld in het Maastad ziekenhuis, bleek al heel snel weer vals alarm. Het is toch nooit zo geweest dat er iemand in Nederland is gediagnosticeerd met ebola. Toch raar voor zo'n enorm besmettelijke ziekte. Hè? Er lopen hier toch redelijk wat mensen uit Afrika rond, die wellicht ook in het gebied van ebola zijn geweest, maar nog nooit. Nog nooit. Ook niet artsen die daar geweest zijn. Nooit. Maar goed, dan dit.
VN wil dat Europa migranten van twee schepen opneemt. Voor wie het nog niet was opgevallen, de VN die wil van alles. En het gebeurt al heel lang dat er een soort van gedwongen migratie plaatsvindt. Honderden jaren al aan de gang, misschien wel langer. Maar goed, laten we het even over de recente geschiedenis hebben. Het lijkt de bedoeling dat er gemixt wordt. Vooral ja, bepaalde rassen door elkaar heen gooien. En je zult wel zien dat ze, ja, bijvoorbeeld mensen, Zionistische Joodse mensen en ook een aantal gelovige moslims, die blijven toch wel erg bij hun eigen mensen. En dat vinden vooral de Zionistische Joden heel vervelend, want ze zien graag dat die moslims zich wat meer gaan mengelen, want dan zijn ze geen bedreiging meer. Maar dat gebeurt nog niet echt heel erg op grote schaal. Maar bij alle andere nationaliteiten lukt dat best aardig. Kijk maar in Nederland om je heen. Er zijn heel veel mensen van gemixte origine. En dat is ook niet meer dan normaal inmiddels meer. Hè? Terwijl we ooit gewoon alleen maar allemaal eruit zagen als Germanen. Die tijd is ver achter ons. Het is ook niet meer terug te draaien. Lijkt me logisch. Maar goed, de VN wil dus weer wat. Die wil dat mensen zoals deze economische vluchtelingen doorgaans gedwongen worden opgenomen. Gedwongen, moeten we maar doen. Europa. En de VN heeft ook heel wat meningen over wat er in Syrië gebeurt. Verwijt het wegkijken. De wereld, verwijt aan de wereld. Nou, fijn, VN. Bij het wegkijken in de strijd om Idlib. Het laatste bolwerk van de jihadisten. Of van de, weet ik veel, Islamic State, of hoe je het mag noemen. Nou, dan zie je een jongetje, die heeft wat wonden, kijkt niet zo vrolijk. Baalt ergens van, hij is waarschijnlijk gevangen genomen. Gewond, oké, nou, hij ziet er niet zwaar gewond uit, laten we het daarop houden. Dus hij is er goed mee weggekomen, misschien wel. Maar dan dit jankverhaal over Idlib en Syrië. Maar waarom verwijt de VN niet dat Israël al zo lang bezig is met criminele daden richting het Palestijnse volk, het afpakken van hun land, het verjagen van mensen van hun land, hè, vermoorden van mensen, het schenden van rechten in het kwadraat, maar de VN houdt zijn bek dicht. Ja, er zijn al wel pogingen geweest in het verleden, hè, om resoluties aan te laten nemen, die Israël op de vingers moest tikken voor de zoveelste smerige klootzakken daad die ze daar uitvoerden. Maar altijd was daar het veto van Amerigo. Ja, flikker op VN met je gelul. Ontmantel jezelf maar. En dan hebben we natuurlijk dit verhaal. Mr. Jeffrey Epstein. Een van de vele Joodse zionisten die niet zo erg in een niet zo goede naam had. Hè? Pedofiel, machtsmisbruik, chantage, blackmail, miljardair, etc. Allemaal invloedrijke klootzakken en natuurlijk een heel likely story dat die man zelf moest hebben gepleegd in zijn cel. Very likely story. Heel toevallig dat iemand die zoveel informatie heeft over heel veel hoogplaatsrijke figuren, zoals Prince Edward en Bill Clinton, waarschijnlijk misschien ook wel Donald Trump en ga zo maar door, die zal waarschijnlijk wel zelf wat hebben gepleegd. Die zal vast niet op een vage manier vermoord zijn of anderszins. Nee, er is ook geen enkel bewijs geleverd. De camera zal het niet gedaan hebben of zo, ik weet het niet. Maar likely story. Likely story, natuurlijk. Zou ik ook zeggen. Verder geen woord daarover. De FBI die doet onderzoek, maar die onderzoekt niet hoe dat nou kan. Zo'n zogenaamde zelfmoord, wie daar feitelijk bij betrokken zijn geweest. Nee, maar die gaan natuurlijk wel naar zijn huisjes kijken en wat hij allemaal had. Nou ja, dat was nogal een smerig ventje. Hij had zo'n Lolita Express en een vliegtuig waarvan die kindprostituees aanwezig waren. Met bijzonder rijke vriendjes. En dat is een afgelegen eiland waarvan alles gebeurde. En goed. Lang bekend. Het is geen nieuws dit, feitelijk. Ja, dat de dood is het nieuws. En dat hij uiteindelijk gepakt is ook nieuws. Want hij heeft eerder al geprobeerd om met flink wat geld mensen om te kopen. Zodat ze verder geen rechtszaak tegen hem gingen voeren, afkopen. Maar ja, uiteindelijk dan toch geofferd. En goed, zoals ik al zei. Likely story. Dan tot slot mensen gaan afronden. Ja, moet niet te lang maken natuurlijk. Iets waar ik me persoonlijk nogal aan stoor. Want ik ben daar qua slavenbaan bij betrokken. Het is nogal een probleem aan het worden. Dit speelde trouwens in 2018.
vorig jaar. Van de NRC tot 2022 kan het personeelstekort oplopen tot 100.000. Maar tot 2022 en daarna wordt het nog veel erger. Waarschijnlijk. 100.000 vrije vacatures in de zorg. Iedere Mongool snapt dat als je met een enorme vergrijzing kampt en de mensen zogenaamd allemaal zelfstandig thuis moeten blijven wonen, want dan zouden de mensen zelf graag willen. Dus doet de politiek, hè, u vraagt, wij draaien. Ja, natuurlijk. Dus rijden er allemaal mensen rond in autootjes en die gaan bij mensen thuis verzorgen, steunkousjes aan, rondverzorging, een beetje hulp bij de ADL in de ochtend en zo. Allemaal fantastisch goed voor het milieu, al die autootjes rondrijden en er zijn veel te weinig mensen om al die ouderen te gaan verzorgen in huis. Dat is al een structureel probleem. In de vakantie is het helemaal verschrikkelijk. Maar ja, dit gaat niet goed zo. Iedere Mongool snapt, dat gaat niet. Want er zijn niet heel veel meer mensen die dat werk willen dan we kunnen doen. Dus dan krijg je een enorme achteruitgang van zorg voor al die mensen die nu oud beginnen te worden. Hè, 60 plus. De komende 20, 30 jaar hebben we een enorm probleem. Hè, als we het zo laten, en waarschijnlijk gaan we het zo laten, want hoe ga je het oplossen? Geen idee. Weer bejaardentehuizen openen, dat zien de mensen dan waarschijnlijk weer niet zitten. De overheid wil zich er niet mee bemoeien. Het moet allemaal aan de markt overgelaten worden. Want als het goed is voor het grote kapitaal, dan is het goed voor iedereen, zogenaamd. Hè? Nee, nee, maar goed. We moeten het maar geloven. En dit verhaal, ja, verbaast me niet. Capaciteitsproblemen, ziekenhuizen door vakantie bij thuiszorgorganisaties. Dat is niet alleen de ziekenhuizen zo, ook revalidatiebedden en eerstelijnsverblijfbedden en andere zorginstellingen, die hebben allemaal een probleem omdat mensen niet thuis geholpen kunnen worden. Fatsoenlijk. Er zijn gewoon veel te weinig mensen in de thuiszorg actief. Ja, wat doen we eraan? Ik weet het niet. Ik zit niet in de politiek, maar ik zie het wel gruwelijk fout gaan. Al die oude mensjes. Het is een beetje schrijnend. Moeten langer in een ziekenhuisbed liggen. Ja, maar daar word je niet vrolijk van. Ja, dan kom je eruit. Zijn fysieke problemen zogenaamd opgelost. Dan heb je een depressie gekregen. Omdat je te lang in het ziekenhuis hebt moeten blijven, moet je daar weer antidepressie voor gaan slikken. Nou, zo houdt de zorg zich wel in stand, zou ik zeggen. Lieve mensen, ga afronden. Dat was hem weer. Cheers.